Waaruit is de Stichting Oranje ontstaan? Ja, de Stichting Amstelveen Oranje is eigenlijk een voortvloeisel uit wat vroeger het VNF was. De Vereniging tot Viering van Nationale Feestdagen. En vroeger was het zo dat die hadden bijdragers uit de pachtsom van de kermis. Dat is toevallig wel grappig, want het is nu ook weer kermis. Maar daar is uit die baten moesten de vieringen van de feestdagen hier in Amstelveen worden georganiseerd. Nou, de kermisomzetten liepen terug. Uiteindelijk is dat een heel nieuwe problematiek geworden. En heeft de gemeente eigenlijk de bijdragers overgenomen. En recentelijk is de naam veranderd van VNF naar Stichting Amstelveen Oranje. En wat doet die stichting precies? Wij houden ons voornamelijk bezig met de viering van de nationale feestdagen. Daar faciliteren wij deelnemende organisaties bij. En wij organiseren vanuit onszelf, vanuit het bestuur, met alle hulp die we daarbij krijgen, de vaste activiteiten die zich zo met die feestdagen in Amstelveen altijd laten organiseren. Een van die activiteiten is Koningsdag. Afgelopen Koningsdag was in Amstelveen. Daar is een congres over geweest en daar is het ook over Amstelveen gegaan. Dat klopt. Velen zullen inmiddels in de krant hebben gelezen wat de koning heeft aangegeven. Hoe hij en zijn echtgenoten de vieringen van de komende Koningsdagen graag zouden zien. Daar is natuurlijk ook naar voren gekomen dat dat facet van de wandeling door Amstelveen hier. Langs alle Amstelveeners en langs alle manifestaties in hier met de apotheose op het stadshart, dat het een heel belangrijk en prettig onderdeel was en dat wil hij er vast in houden. Weliswaar niet in Amstelveen, maar in de nieuwe stad natuurlijk. Ik heb ook begrepen dat er geen twee steden of gemeentes meer bij betrokken zullen worden, maar zij zullen zich richten op één stad. Hebt u nog iets toe te voegen? Nou, ik zou mensen in Amstelveen die zeggen van nou, ik zou af en toe wel eens willen helpen met de organisatie van zulke evenementen. Daar zou ik een beroep op willen doen. Of zij willen kijken op de Amstelveen Oranje site en wellicht contact met ons willen zoeken via de e-mail. Om te kijken of we een beroep op hun kunnen doen als we hun nodig zouden hebben bij de organisatie van de Nieuwe Koningsdag.